Ik moet een mooie shirt laten zien. Hij is inderdaad echt heel erg tof. Hallo. Dit is dus Valentijn van What the Fuck. Oh ja, en hoi, ik ben er ook. Want ik heb weer mensen opgewarmd. Het klinkt heel stalkerig, maar... Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb de afgelopen weken, het is vandaag zaterdag, zaterdag. Ik heb de afgelopen weken dus eigenlijk helemaal niet gevlogd, omdat ik alleen maar heb gewerkt en mijn gewone werk een beetje saai was om te filmen. Maar omdat ik vandaag toch al ging filmen, dacht ik nou, ik kan gelijk eventjes vloggen. Want ik wil nog iets heel leuks vertellen. Ik ga namelijk aanstaande donderdag 11 mei samen met Sasha naar het Kamerettenfestival. Want dan is namelijk de finalistentournee. 3 jonge cabaretiers. En we zijn dus uitgenodigd door Theater Het Kruispunt in Barendrecht. En het Kamerettenfestival, dat bestaat echt wel heel erg lang. Sinds 1966 geloof ik. En het was eigenlijk dus een lustrumactiviteit voor een studentenvereniging. En heel veel cabaretiers die nu heel bekend en heel groot zijn, die komen dus... van het Kamerettenfestival vandaan. En hebben daar dus ook op het podium gestaan en hebben dus gewonnen en zijn daarna dus echt groot cabaretier geworden. En dan pak ik even mijn telefoon erbij, want staan hier staat er bijvoorbeeld: inmiddels is het festival uitgegroeid tot het onafhankelijke podium waar nieuw aanstormend cabarettalent zich presenteert voor publiek, jury en pers. Met aansprekende winnaars als Brigitte Kaandorp, Hans Steeuwe, Theo Maassen, Mark-Marie Huibrechts, Ronald Goedemond en Jandino Asporaat. Dat zijn echt gewoon hele grote namen. Die hebben allemaal op het Kamerettenfestival gestaan en hebben daar dus gewonnen. En het is dus in Theater Het Kruispunt in Barendrecht aanstaande donderdag 11 mei van 8:15 tot 10:15. En kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Theater Het Kruispunt. En je kunt er dus ook een theaterplankje bij bestellen. Dus na de show kun je dan een plankje krijgen met kaasstengels, olijven, bitterballen. Er zit van alles bij en een drankje. Dus dan kun je eigenlijk daarna nog lekker nagenieten. En Sasha en ik gaan ook zo'n theaterplankje uitproberen. En dat voor jullie vloggen, dat jullie weten ook voor de volgende keren, voor de volgende shows in het theater, wat er allemaal bij zit. En we gaan al iets vroeger die avond, om ook het theater goed te bekijken en het culturele centrum. Dan kunnen we wat behind the scenes aan jullie laten zien. Dingen die jullie normaal misschien niet te zien krijgen. Dus de vlog van volgende week moet je ook echt in de gaten houden. Want dan zie je alles van het Kamerettenfestival en echt ja, behind the scenes beelden. Het wordt echt hartstikke leuk. Ik heb er ook heel veel zin in. Ik zal hieronder een linkje plaatsen naar het Kamerettenfestival en van Theater Het Kruispunt. Je kunt ze ook volgen op social media en dan blijf je op de hoogte van alle cabaretiers die komen. Dus wil je erbij zijn, dan moet je echt een kaartje bestellen en wees snel, want volgens mij zijn ze bijna uitverkocht. En morgen is dus het YA evenement in boekhandel Haasbeek. Dan ga ik de workshop Hoe voorkom ik een writersblok geven. En die ga ik voor het eerst doen. Ik heb hem net van de week eigenlijk pas gemaakt en ik moet er nog een keertje oefenen. Maar dat gaat dus morgen gebeuren en dat zie je dus in de, ook in de vlog van... Oh. En dat ga je dus hierna zo meteen in deze vlog zien, denk ik net, want het is nu zaterdag. Dus ja. Hoi, ik ben nu in boekhandel Haasbeek in Alphen aan de Rijn. Nou, even mijn camera in de andere hand. En ik ben nu dus bezig met de boekhandelslag. Hoi Sasha. Hier is mijn tafel net klaar aan het maken. Ik ga nu dus de laptop met de beamer aansluiten. En dan kom ik zo bij jullie terug. Sasha en ik proberen een selfie te maken. Maar ze moet een mooie shirt laten zien. Hij is inderdaad echt heel erg tof. Toch? Hij is echt heel erg leuk. Ik zat de jas nog aan. We hebben al 3 selfies gemaakt. Maar nu eentje zonder jas. En achter me zie je trouwens beamer, scherm en alles. En de beamer. En dat gaat gewoon helemaal goed volgens mij. Want HDMI. Ga naar HDMI. En joepie. Hartstikke blij. Alles staat nu klaar voor de workshop. 26 stoelen hebben wij hier. Stel je eens even zo voor. Hallo, ik ben Roderick Leeuwart, schrijver van Pindakaas en Sushi. Oeh. De enige geek romanserie van Nederland. Die hadden we inderdaad nodig, die hadden we nog niet inderdaad. Klopt, top. En hier hebben we Corinna. Hallo. En ik ben dus het boek vergeten mee te nemen om te laten signeren. Dus ik ben heel erg stom. Oeh, en de Engelse versie. Oeh, die vind ik zo mooi. Ik ben nooit aangeraakt. Pretty. En hier staat dus Hilda. Hilda. Hallo. Hier mooie boeken van Hilda. En Natasha. Hallo. Wie hebben we hier? We hebben hier Esme en Mist. Hallo. In de mooie boeken. En dan gaan we hier naar Christine. Hallo Christine. En kijk eens. In de band van de wolf. Ik vind ze zo mooi. En hier sta ik samen met Deborah. Kijk eens. Tot in de dood. Gekortwiekt. Blindelings. Hij is van mij. En Deborah is er zelf ook.
En dan hebben we hier Olga, Natasha, hallo. Hoi. En Kim. En Marijke, hoi Marijke. Hallo. En we hebben hier Jen. En Sascha, die hadden jullie al gezien. En Miranda. Met de mooie staans. Oh ja, en hoi, ik ben er ook. Begon ik dus bijna te zeggen, ik ben er ook. Yes. Hallo, koekoek. Wat? Nee, dit is dus Valentijn van What the Bob. En ik had volgens mij al in een video gezegd dat jij hier naartoe komen. Oh ja. En natuurlijk, ook een vriend bij zich. Judith is aanhang. Gezellig. En jullie komen straks weer mijn workshop toe. Ja, zeker. En jullie gaan niet vandaag ook vloggen, hè? Ja. En hij heeft kaartjes, een mooie kaartjes. Je hebt je kaartje bij de hand. Die zit heel goed gestopt. En echt hele mooie kaartjes laten maken. Ja, oh, wauw. Hij heeft ze zelf gemaakt. Het past bijna niet zo in het ding. Ik heb ze zelf gemaakt. Oh, dat is echt wel heel erg mooi eigenlijk. En die ga je vandaag lekker uitdelen. Ik wil er niet één keer meer. Okay. Ja, nee, doe dat maar toch maar niet. Rondstrooien, maar dat is misschien niet zo. Ik vind ze echt heel erg mooi. Goedemiddag allemaal. Oh, die gaat hier klaar. Oh, hij focust niet. Focus, ja. Hier heb je ook nog een gedeelte. Hier heb je van Nienke Pol. Oh, mooie boeken. En hier staat dus Jen. En hier staat dus Joyce. Die is aan het signeren. Dit is dus Joyce. Ja. Gefeliciteerd met je boek. Dankjewel. Ik ben er heel blij mee. Wauw, opschrijven wat er moet gebeuren. En niet per hoofdstuk, want dan heb ik het idee dat ik te veel al vastzit aan wat ik van tevoren gedacht heb. En iedereen die wel een boek heeft geschreven, weet dat personages het boek overnemen. Ik ben gek op treinreizen, ik weet wel, en dat is heerlijk. Want ik observeer mensen in het openbaar. Dat klinkt heel stalkerig, maar ik bedoel het niet stalkerig. Expres 10 minuten en niet meer, want dan dwing ik jullie eigenlijk om het ook echt te doen. Want mijn ervaring is, als je er heel veel tijd voor krijgt, dat je dan denkt, nou het komt straks wel, als je ook hebt 10 minuten tijd, dan ga je echt visualiseren, dan ga je echt naar die ruimte. Het was echt gaan we tegelijk? Ja. Gaan we gewoon zien? Nee, ik ben al bezig. Hoi, dit is Sascha. Hoi, Sascha. Dat is weer kapot. Serieus, ik ben ook echt van mijn moeder. En dan komt mijn moeder, hallo, die wordt er ook kapot. Hoi, moeder. Hi. Het was echt... Wat dacht met dat? Oh ja, vloggen, fietsers. Is... Het was echt heel erg leuk en ik heb echt hele leuke, gezellige en lieve mensen gesproken. En eindelijk Valentijn van What the Valk ontmoet en Judith. En de workshop ging echt heel erg goed en het was echt heel erg leuk. Er kwamen hele enthousiaste mensen daarna nog naar me toe. En ik heb echt wat heel erg leuk. Ik heb iemand ontmoet en die zei tegen mij van ja, ik ken jou al sinds dat je t-shirts maakt. En dat is een jaar of 9 geleden, dus dat vind ik echt heel erg leuk. En volgens mij is het nu haar te eten, wacht wel. En er kwam ook iemand naar me toe, die ken ik eigenlijk via Bodyboost. En die schrijven ze ook heel graag en dat was echt hartstikke leuk. En het was gewoon allemaal hartstikke leuk, dus ik ga die vlog. Dus ik ga de vlog nu afsluiten. En vond je deze vlog leuk, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je meer wil zien. En trouwens, achter me zie je nu ook... Oh nee, wacht niet zo. Ik zie ook Sascha vloggen. En mijn moeder leggen, moet natuurlijk nu in. Ja, ik ga nu stoppen. Doei!